Jij hebt toch ook kinderen op school? Heb jij? En wel eens mijn vader? Ja. Is er wel of geen sprake van structureel racisme in Duindorp? Dat is de vraag waar de lokale politiek deze week mee worstelde na een reeks incidenten in de wijk. Maar hoe racistisch is Duindorp volgens de Duindorpers zelf? Nee, ik werk hier helemaal niks van racisme in de wijk. Die zijn maar niet racistisch. Een beetje onzin. Er zijn ook mensen die hebben gezegd, ik durf niet meer door de wijk heen te fietsen. Mensen met een kleurtje. Nou, dat lijkt me heel erg overdreven. Nou, dat is ook niet zo. Nee hoor, dat valt hier allemaal zo mee. Nee, ik krijg dat nooit zo mee. Omdat u geen kleurtje heeft dan? Nee. Of is het allemaal onzin? Ik heb nou wel een kleurtje hoor. Nou, ik vind niet. Ik heb een Syriër als buurman. Dat is een wereldman. Nou, sinds een maand woont er een donkere man bij, maar ik heb daar geen problemen mee. Aanleiding van die racistische incidenten wordt dat natuurlijk gezegd, hè, dat de mensen in Duindorp racistisch zijn. Ja, maar dan moeten ze eerst kijken wat er is gebeurd. Voordat ze zeggen dat wij racistisch zijn. Want volgens mij is daar heel wat aan vooraf gegaan. Dat heeft niks te maken met huidskleur. Als mensen gewoon normaal in de wijk zijn en je houdt je aan de regels en je gaat niet toeterend door straten met 40 auto's, dan gebeurt er niks. Dus iedereen is welkom in Duindorp? Wat mij betreft is iedereen is welkom. We zijn hier gewoon iemand kijken naar een volkswijk. Waar zie je dat nog? We gaan gewoon allemaal, iedereen kent elkaar. Gewoon één grote familie. En het verhaal van kook onder de neus? Ja? Kook? Kook onder je neus? Martijn Balster die heeft dus gezegd, hè, de voorman van de PvdA in Den Haag, dat ouders hun kinderen naar school brengen met kook onder hun neus. Ja, nou dat is gewoon onzin. Kook onder de neus. Heb ik kook aan mijn neus dan? Dat is wel heel erg, dat is wel lullig, vindt u niet? Denk je dat elke vader hier zo loopt te snaven of zo? Dat ze strak de kinderen naar school brengen, dat weet ik toch niet goed in je hoofd? Heb jij dat wel eens gezien? Ja, ze lopen allemaal strak als een eentje zo. Ja, heb jij dat wel eens gezien? Dan heb meneer dat gezien. Dan moet hij met zijn grote mond moet hij dat hier gaan zeggen. Volgens mij zitten hun met sneu met kook onder de neus. Echt, hoe verzin je het? Dat zijn volwassen mensen door ons allemaal betaald. Nee, dat is echt onzin. Waar haalt die Partij van de Arbeid gast dat vandaan? Echt om kwaad om te worden, als ik dat lees. Wat moet ik met zo'n uitspraak? Ja, lekker door de play heen trekken, denk ik. En waar komt zoiets dan vandaan, denkt u? Onwetendheid. Gewoon aannames. Hij staat niet voor die school hier zo. Jij hebt toch ook kinderen op school? Heb jij? En wel eens mijn vader? Ja. Snap je wat ik bedoel? Je zit te lachen, het is er zo. Hé, Klaas, er is hier nog nooit een dealer gearresteerd. Nee, hier is er nog eens. Hé, die vrouw. Jij bent de grote dealer van Duindorp. Ja.